De intelligente lockdown in Nederland heeft, zoals we allemaal ervaren, veel nadelen. Een voordeel is dat we nu schonere lucht ademen. Dat komt omdat we minder met de auto reizen, minder vliegen en de grote industrie van Nederland vrijwel plat ligt. Goed nieuws voor het klimaat, zou je denken. Maar na andere crises, zoals de oliecrisis in de jaren 70 en de economische crisis in 2008, ging de uitstoot direct weer omhoog. Wat betekent de coronacrisis nu voor de klimaatverandering? In een driedelige serie zal Impact Café hierop een antwoord proberen te vinden, door op afstand in gesprek te gaan met verschillende onderzoekers van de Universiteit Utrecht. In deze eerste aflevering focussen we op de volgende vraag. Biedt de coronacrisis mogelijkheden om overheidsbeleid in Nederland zo in te richten dat duurzaam herstel wordt gestimuleerd? Ik ben Sanne Akerboom, ik ben onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ik ben opgeleid als jurist en politicoloog en mijn onderzoek gaat over hoe wetregelgeving en beleid kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Laten we beginnen met een eerste vraag. Waarom is een crisis überhaupt een goed moment om na te denken over verduurzaming? Een crisis is altijd een goed moment om na te denken over verduurzaming. Wat je ziet is dat in eerste instantie gaat de uitstoot omlaag, omdat we minder kunnen uitgeven, dus we kunnen minder consumeren. Maar dat op het moment je gaat werken aan herstel en aan economische groei die je dan nodig hebt, ga je dus alleen maar werken aan die welvaart en niet zozeer aan een groene welvaart of aan een verduurzaming. Dus daarin zie je heel snel dat uitstoot uiteindelijk weer omhoog gaat en dat je dan slechter af bent dan daarvoor. Deze crisis is ook nog eens een heel andere crisis, want het is niet zozeer een financiële crisis, maar het is natuurlijk veroorzaakt door een gezondheidscrisis. Die waarschijnlijk door het eten van een diersoort vandaan komt. Dus het heeft ook met onze relatie tot dieren te maken en hoe wij voedsel consumeren. En dat maakt ook dat je daarnaar wil kijken van hoe leven wij nou überhaupt, hoe consumeren wij? En daarnaast wordt er door heel veel mensen gezegd, ja kijk, nu is er een crisis en die raakt mensen direct en onmiddellijk. Want je kan een dodelijk virus oplopen en daar kan je echt daadwerkelijk aan komen te overlijden. Dus nu trekken we allerlei vrij intensieve maatregelen uit om dat virus tegen te houden. En daardoor zitten we nu allemaal thuis. Iets wat je echt een paar maanden geleden nooit had kunnen bedenken. En dus wordt de link gelegd naar klimaatverandering. En dat is weliswaar een hele langzame dreiging, maar gaat uiteindelijk ook een directe dreiging worden. En zouden we daar niet, om dat te voorkomen, want dat is altijd beter dan genezen, niet nu al meer actie moeten ondernemen om dat ook daadwerkelijk te voorkomen? En daarom wordt die link heel erg gelegd. En als laatste element zie je ook dat bij deze crisis, juist omdat we met z'n allen thuis zitten, er toch ook heel veel mensen zijn die zeggen, nou, wellicht zou dit een moment voor voorziening moeten zijn en dat we moeten kijken naar hoe wij inderdaad leven en hoe wij consumeren en of dat allemaal wel nodig is. Ja, en als je kijkt naar de Nederlandse overheid, heb je dan het idee dat de overheid ook die crisis zo benadert? Ja en nee. Kijk, in eerste instantie waren zij natuurlijk heel druk bezig met het genezen van dat virus, met die verspreiding van dat virus. En je zag dat ze daarin een lichte twijfel hadden wat ze nou moesten doen met het gaande beleid, klimaatbeleid al. In eerste instantie moesten we per 1 april laten weten wat we met de Urgenda uitspraak zouden doen. Welke extra maatregelen daar genomen zouden worden. Het kabinet zou komen met een wetsvoorstel voor een CO2-heffing. En daarvan werd in eerste instantie gezegd dat die zouden worden uitgesteld. Uiteindelijk kwamen ze alsnog, en veel sneller nog dan dat we dachten, dat uitstelmoment heeft maar heel kort geduurd. En daarin hebben ze laten zien dat ze dat klimaatbeleid, wat ze al hadden uitgezet, heel serieus nemen. En dat die doelen die nu vastgelegd zijn, ook gewoon centraal moeten blijven staan. En dat die gehaald moeten worden. Dus dat is één. Dan kan je natuurlijk nog afvragen, maar wat doen we wel iets extra's? Want dat vraagt het misschien wel. En ik denk dat we daar nog niet heel duidelijk actie op zien. Dat zie je bijvoorbeeld ook als we KLM willen redden in die zin. Hè, daar gaat 4 miljard naartoe. Daar zie je dan heftige parlementaire discussies over. Ja, maar geven we dat dus nou zomaar? Nou ja, ja, het antwoord daarop is ja, dat geef je in principe zomaar. En wellicht worden daar nog voorwaarden aan gesteld. Maar dat wordt nog niet aan de voorkant erbij genomen. Dus we gaan het gewone beleid zeker weten uitvoeren. Maar of we ook iets extra's doen, daarover bestaat nog niet zo heel veel duidelijkheid. Als je nu de krantenberichten leest, dan lijken er een beetje twee stromingen te zijn. De ene kant wordt gezegd, ja, er is een economische crisis. Dus de marges voor duurzame en ook
vaak dure investeringen zijn er op dit moment niet. Zowel niet bij de overheid als bij bedrijven. En de andere stroming, er wordt eigenlijk gezegd van, ja, maar dit is juist het moment om groen herstel te stimuleren. Dus de crisis aan te pakken om te verduurzamen. Welke van deze paden zal belopen worden? Dat is nu een van de allergrootste vragen. Kijk, als je even kijkt naar wat de voorspellingen zijn, los van dit is de allergrootste financiële crisis ooit. Ik zag vandaag dat er geschat wordt dat de Nederlandse economie krimpt met 1,7%. In 2018 hadden we 15% CO2-emissie gereduceerd ten opzichte van 1990. Daar hebben we dus ook 20, 30 jaar over gedaan. En dan zouden we dan dus nu in één keer naar 25% doorstoten. Dan kan je zeggen, nou, daarmee is het Urgenda-fonds inderdaad behaald, want dat was 25%. Maar stel dat we 1 januari 2021 weer met z'n allen ten volle in het leven mogen terugkeren, dan is de redelijke verwachting dat die CO2-emissie ook gelijk weer stijgt. En dat wil je niet. Daarvan hebben we ook echt gezegd, nou, nu gaan we daar helemaal voor. We gaan naar 49% CO2-emissiereductie. Maar is het even de vraag van, ja goed, hoe kom je daar nou in deze tijden? Want het klopt dat grote industriële partijen, ondanks dat je denkt dat ze heel veel geld hebben en heel rijk zijn, dat zijn ze wel, maar dat is niet geld wat op de bankrekening staat. Dus zij hebben helemaal niet de marges om opeens morgen een enorme investering te doen in een klimaatmitigatietechniek. En al helemaal niet als zij zich nog moeten herstellen. Als zij dus moeten terugkomen van een groot budgetgat. Dan zijn ze niet opeens, staat daar niet opeens morgen een windturbinepark. En dat is het probleem. Dus wat je dan zou willen doen, is je kan kijken naar hoe breng ik dat bestaande klimaatbeleid verder en hoe garandeer ik nou beter dat die markt in elk geval niet stil komt te liggen. En je kan kijken naar wat hebben bedrijven nu voor kansen in die verduurzaming, terwijl ze zich wel kunnen herstellen. Dat is ook een beetje waar de rol van de overheid komt. Want als die marges bij bedrijven kleiner worden, laten we die vraag maar even stellen. Op welke manieren kan de overheid nu verduurzaming stimuleren? En waar zijn mogelijke problemen waar de overheid tegenaan kan lopen? Als je kijkt naar die twee sporen die ik nu heb uitgezet, het behalen van het huidige beleid en de huidige doelstellingen. En jullie hebben zelf ook al gezegd, nou, ligt de zonnepanelenmarkt niet helemaal stil? Ligt de warmtepompenmarkt niet helemaal stil? Worden die windturbineparken nu überhaupt gebouwd? Nou, daar zie je inderdaad wel lichtelijk wat problemen in. Ook omdat mensen gewoon niet kunnen bouwen vanwege de 1,5 meter samenleving. Dus ja, die hebben daar zeker last van. Omdat ja, als jij niet weet of jij over 3 maanden een baan hebt, dan ga jij niet een investering doen die zich binnen 7 jaar terugbetaalt. Daar kan een overheid in elk geval meer subsidies op geven. Het andere pad is, hoe krijg je nou bedrijven of sectoren die inherent fossiel en vervuilend zijn, nu mee, naar aanleiding van deze kans die je nu hebt, in dat klimaatbeleid? En we hadden het natuurlijk net even over de luchtvaart en over KLM. En als we dat voorbeeld nou heel even uitpellen naar wat je dan zou kunnen doen als overheid zijn, en ook wat er technologisch gezien mogelijk is om die luchtvaart te verduurzamen, dan kijk je natuurlijk ten eerste altijd naar efficiëntie. Hoe kan je meer kilometers maken met dezelfde brandstof? Want dan stoot je natuurlijk uiteindelijk ook weer minder CO2 uit. Nou, oké, dat is er één. Dan kan je ook kijken naar, maar wat is een ander soort brandstof? Is dat een groen gas? Is dat frituurvet? Is dat waterstof of is dat een elektrische motor? Nou, oké. Dan heb je als laatste het bieden van een alternatief aan die luchtvaart. En dat is dan voor de Europese markt, is dat het spoor- en treinennetwerken. Dus dat je zegt, oké, maar korte afstanden gaan we niet meer vliegen. Wat kan je dan als overheid zijn ten opzichte van één partij binnen die hele grote sector doen om ze laten mee te dringen in dat klimaatbeleid? Nou, niet zo heel gek veel, vrees ik. KLM heeft niks te maken met het Europese spoornetwerk. Daarvan kan je niet zeggen, nou, ga maar investeren in een spoornetwerk, want dan doe je mee aan die verduurzaming. Dat is helemaal niet zo logisch. Nou, efficiëntie kunnen ze misschien wel wat makkelijker doen. Maar als je het echt hebt over die technologieën en andere brandstoffen, dan zijn die er niet overmorgen. Die hebben we wel als een stip op de horizon. Maar het duurt wellicht nog even voordat die zo implementeerbaar zijn dat ze ook betaalbaar zijn.
Dus dan zou je eventueel nog kunnen kijken of KLM in een soort van ontwikkelings- en implementatiefonds kan meedoen om die techniek daadwerkelijk ook te ontwikkelen. Kan je daar dan een prestatieverplichting van maken of is dat iets waar je naar streeft? En waar koppel je dat aan? Aan een CO2-emissiereductie, dus echt aan een meetbaar doel, of aan het feit dat je bijvoorbeeld bijdraagt aan het ontwikkelen van die techniek? En dat zijn hele verschillende doelen. Dus die hele sector die zit ontzettend complex in elkaar, is nog helemaal afhankelijk van nieuwe techniek die we nog niet hebben. En het grootste alternatief is niet iets waar die partij voor verantwoordelijk is. Dus het geld wat je aan zo'n partij geeft, daar kan je wel klimaatmaatregelen aan verbinden. Maar hoeveel zijn er dat er nou daadwerkelijk? En ik denk dat we in de discussie, zowel politiek als maatschappelijk, nog onvoldoende ontdekt hebben welke maatregelen dat dan ook daadwerkelijk zouden kunnen zijn. We hebben het nu een beetje gehad over wat de Nederlandse overheid kan doen. We hebben het ook al kort over de EU gehad. Om daar even op door te gaan. Doet de EU op dit moment iets met de coronacrisis in het kader van duurzaamheid? Of zijn er ook plannen voor? Heel veel zelfs. En dat heeft dus ook de nieuwe president van de Europese Commissie gezien, Ursula von Leyen, en onze Nederlandse EU-commissaris voor Energie en Klimaat. Want die waren gelukkig al gekomen in november met een Green Deal, waarin zij zeiden, dat Nederlandse klimaatakkoord, dat is eigenlijk wel een goed idee. Wij moeten dus heel gericht binnen bepaalde sectoren gaan werken aan Europese samenwerking voor verduurzaming en het uitfaseren van bepaalde vervuilende activiteiten. Maar die Green Deal die stond politiek nog niet vast en die staat nu wellicht iets meer op losse schroeven. Er gaan al vragen rond of de Green Deal gekild is door die coronacrisis. Nou ja, dat is denk ik te vroeg om te zeggen. Maar dat daar geluiden vandaan komen vanuit Europa, dat daar hele stevige bedragen in de richting volgens mij van 100 miljard richting dat groene herstel gaan, die zijn er zeker wel. Alleen daar vindt een politiek spel plaats dat zich op Europees niveau afspeelt tussen landen met hele verschillende belangen in die klimaattransitie. Als afsluitende vraag, komen we positief deze crisis uit? Dat is altijd een hele lastige vraag. Maar op Europees niveau gaan we zeker wel de goede kant op. Maar het overgrote geheel, en ik denk dat ik daar wel een paar voorbeelden van heb geschetst, is hoe wij gewoon met leven en hoe fundamenteel die transformatie is als je daadwerkelijk in 2050 klimaatneutraal zou willen leven. En hoe je omgaat met je bouwmaterialen, je beesten en de materialen die we gebruiken voor je kleding, maar ook wat er in je batterij van je telefoon zit. Daar zal nog ontzettend veel aan gedaan moeten worden. En om dat in een periode van 30 jaar 100% om te slaan naar een ander systeem, is wel een hele pittige opgave. Maar we zijn wel klaar nu om te zeggen van, goh, maar wat betekent dit eigenlijk echt? En het meer dan alleen maar over windenergieproductie en zonnepanelen te hebben, maar ook echt naar hoe leven wij en is dat nog houdbaar? En ik hoop dat nu mogelijk wordt naar aanleiding van deze situatie. Oké, ontzettend bedankt voor je antwoorden. En we spreken elkaar snel. Dag Sanne. Bye bye. Doei.